Na de terroristische aanvallen van Hamas afgelopen weekend op Israël slaat het land van Netanyahu keihard terug. Maar om te voorkomen dat er onnodig veel burgerslachtoffers vallen, hanteert het land een bepaalde tactiek. We gaan dit en andere ontwikkelingen bespreken met Peter Weininga, defensie-expert bij het Haag Centrum Strategische Studies. Peter, eerst even over die bombardementen. We hadden het er net al even over. De Israëlische luchtmacht is echt extreem groot, hè? Ja, voor een relatief klein land als Israël beschikken ze over een hele grote luchtmacht. Ik denk dat het de sterkste luchtmacht in het Midden-Oosten is. Voorzien van inderdaad meer dan 100 F-16's, F-15's en ook F-35. Daar hebben ze ook een stuk of 50 van. Zeer goed getrainde luchtmacht. En ook het belangrijkste component van de Israëlische krijgsmacht. De luchtmacht is met name bedoeld om Israël te beschermen. Wordt wel aangeduid door de Israëli's als the eye over Zion. Hè, het oog wat waakt, zeg maar, wakend oog over Zion. En is ook het wapen wat ze het meeste inzetten, en met name in dit soort conflicten. Ja, het voordeel van een luchtmacht is, en dat weten wij natuurlijk ook in het Westen, is dat je dan niet direct je eigen militairen in gevaar brengt, want ze vliegen hoog en droog. Maar als het om de gronddoelen in Gaza gaat, weet je natuurlijk niet, tenminste, dat weten ze soms wel, wat wel of niet een militair doelwit is. Hoe kiezen die militairen dat nou uit? Nou, kijk, de Israëli's hebben een uitgebreid netwerk aan inlichtingen. Ook agenten binnen Gaza, zeg maar. Hè, Palestijnse agenten die voor Israël werken. Die worden af en toe opgespoord door Hamas en niet zachtzinnig behandeld, laten we het zo maar zeggen. Maar op basis daarvan weten ze vrij veel. Posities van Hamas, hoofdkwartieren, waar we wapens verzamelen, zeg maar. Dus dat weten ze vrij goed. En die doelen worden met name nu aangevallen. Dat gebeurt deels zonder waarschuwing, omdat ze inderdaad uiteindelijk toch zoveel mogelijk Hamas-strijders gewoon willen uitschakelen. En niet willen ze geen kans willen geven te vluchten. Andere doelen worden inderdaad wel aangevallen met een waarschuwing. Dat gebeurt soms met een techniek die ze noemen roof knocking. Dat betekent letterlijk dat ze op het dak kloppen met een licht explosief, waardoor het gebouw gaat schudden natuurlijk en er een knal is. En mensen weten van, we moeten hier weg. En dan 5 à 10 minuten later wordt het gebouw met een zware bom echt met de grond gelijk gemaakt. Dat is wat ze wel doen. Ze hebben ook wel berichten rondgestuurd van, we gaan daar en daar aanvallen, zorg dat je weg bent. Een soort Amber Alert bijna-achtig constructie. Ja, dat soort dingetjes doen ze, waarbij ze zelfs satellietfotootjes verspreiden met daarop aangegeven van, die gebouwen gaan we aanvallen en je kunt langs die route wegkomen. Wat ze zelfs ook wel eens doen is gewoon opbellen. Als er een kantoor zich in dat gebouw bevindt, zoeken ze gewoon het nummer op. Ze bellen op en ze zeggen, over 5 minuten worden jullie aangevallen. Ontruim het gebouw. Ja, het nadeel daarvan natuurlijk, Peter, als ik je even mag onderbreken, is dat die Hamas-strijders weten ook dat het gebeurt. En die maken ook wat ze wegkomen natuurlijk. Ja, ik denk dus dat ze dus echt bij de doelen waarvan ze zeker weten dat die zuiver en alleen, puur en alleen door Hamas worden gebruikt, dat ze daar geen voorwaarschuwing laten plaatsvinden. Formeel, volgens het internationaal recht, moet de partij die het geweld aanwendt alles binnen de mogelijkheden doen die ze hebben om burgerslachtoffers te voorkomen. Dus daar komen die waarschuwingen uit voort. Maar juist heel bij een specifiek militair doel hoef je dat niet te doen. Want ja, daar weegt de militaire winst, hè, van het uitschakelen van het doel op tegen de mogelijke nevenschade en burgerslachtoffers die daarbij ontstaan. Daar is de vreselijke beelden, hè, die ook weer, ik zag net ook weer iets van een kibbutz in de buurt van Gaza voorbij komen die overlopen was door Hamas-strijders en daar vele doden hebben gerealiseerd. Zien we ook hele heftige beelden nu uit Gaza komen. Hè. Er wordt ook al gesproken over 1500 gedode strijders. Er wordt gesproken over honderden doden aan Israëlische kant. Met die inzet van die luchtmacht krijg je natuurlijk ook steeds meer vreselijke beelden uit Gaza. Waar gaat dat eindigen? Ja, dat is zeer de vraag. Dit is eigenlijk al 75 jaar een groot probleem voor Israël en voor de Palestijnen. De tragedie eigenlijk, de tragiek is dat de Palestijnen en Israël elkaar gevangen houden in een soort vicieuze geweldsspiraal die van kwaad tot erger leidt.
En die beide maar niet in staat zijn om te doorbreken. Dat is echt een groot probleem. Want er wordt wel gezegd, je moet wat er afgelopen weekend gebeurt, kun je loszien van de context. Dat klopt. Het is een gruwelijke misdaad die daar begaan is door de Hamas-strijders. Het zijn echt, die militante factie van Hamas is echt een terroristische beweging. Maar aan de andere kant kun je ook wat er gebeurd is niet loszien van de 75 jaar ellende die ze eigenlijk al bestaat daar tussen die twee bevolking. Dat is diep triest eigenlijk. Nog heel even kort, hè. Het is nu een luchtoffensief. Die grondtroepen die worden om Gaza heen verzameld. Maar we weten vanuit 2014 uit mijn hoofd dat het ontzettend risico is om gewoon over de grond Gaza binnen te gaan. Want dan krijg je gewoon stadsgevechten. En die Hamas-strijders die weten dan natuurlijk perfect de weg. Ja, die weten er niet alleen perfect de weg. Die kunnen zich ook verschuilen, zeg maar. Hè. Als verdedigende partij kun jij gewoon in zo'n gebouw, of in een kelder of op een dak van een gebouw, gaan zitten afwachten wanneer je tegenstander komt. En die tegenstander die moet eigenlijk over straat. Dus die is veel kwetsbaarder dan de mensen die zich in die gebouwen verschuilen. Dus in het algemeen kun je zeggen dat de aanvallende partij in zo'n verstedelijkt gebied sterk in het nadeel is. En inderdaad ook veel meer verliezen gaat leiden in mensen en middelen. Dus dat is een belangrijk punt ter overweging. En denk ik ook voor de Israëli's voordat ze besluiten daadwerkelijk zo'n operatie in te zetten. En je kunt ook stellen eigenlijk dat het merendeel van het Israëlische leger, die reservisten, ook helemaal niet getraind is om in een verstedelijkt gebied op te treden. Dat zijn beroepssoldaten, waarschijnlijk special forces, die dat wel kunnen. Maar dat is maar een klein deel van het leger. Dus dit wordt wel een behoorlijke uitdaging. Ja, Amerika die heeft de zesde vloot gestuurd met die indrukwekkende Gerald Ford, het vliegdekschip. Omdat er ook Amerikanen gegijzeld zijn of gedood. Israël blokkeert Gaza volledig. Heel veel partijen die zijn voor de ene partij of die zijn voor de andere partij. Het is geopolitiek is het weer een behoorlijk zooitje, zeg maar. Ja, in die zin heeft Hamas deze aanval goed getimed. Het komt op een moment dat de Amerikanen hun handen vol hebben aan Oekraïne. Dat ze zich ernstig zorgen maken over China en daar dus ook heel druk mee bezig zijn. Dat er zaken spelen in Azerbeidzjan en dat in Afrika veel onrust is. Dus Amerika moet nu besluiten van, ja, weet je, waar gaat mijn meeste aandacht naar uit? Er zijn allerlei toezeggingen aan Oekraïne gedaan om wapens te leveren. Maar als de oorlog in Israël en tussen Israël en Hamas lang duurt, dan moeten ze ook Israël wapens gaan leveren. Want Israël, kan dat niet in zijn eentje heel lang volhouden. Dus dat plaatst de Amerikanen ook al voor een dilemma. En daarnaast heeft Hamas heel duidelijk gemikt, denk ik, op het verstoren van het toenaderingsproces tussen Israël en de Arabische Golfstaten, wat op dit moment plaatsvindt, met name met Saoedi-Arabië. Omdat ze eigenlijk vinden dat als dat inderdaad bewerkstelligd wordt en leidt tot bijvoorbeeld een vredesverdrag tussen Israël en Saoedi-Arabië, dat de zaak van de Palestijnen er dan eigenlijk door vergeten wordt. Terwijl ze dat nou juist op de agenda willen blijven houden. Afrondend, als je een beetje in het archief kijkt, dan heb je elke keer aanvallen Gaza, Israël slaat terug, al dan niet met grondtroepen. Verwacht je dit nu, dat de ernst van de situatie nu zo is dat Israël echt veel intensiever gaat doorzetten? Of dat uiteindelijk over een paar weken het weer een klein beetje gaat liggen? Ja, dat is een beetje lastig inderdaad. Als je afgaat op de retoriek van diverse ministers, met name de minister van Defensie en andere ministers uit de toch wel de extreemrechtse fractie van de coalitie waar Netanyahu premier van is. En je moet die retoriek inderdaad voor waar aannemen, dan gaat er heel hard worden ingegrepen. Men praat in termen van het wegvagen van Hamas. Het is de vraag of dat überhaupt mogelijk is. Maar het betekent wel dat er stevig uitgepakt gaat worden. De bombardementen die nu plaatsvinden zijn de hevigste eigenlijk in hun soort ooit gericht tegen Gaza. Dus dat is al één stap. Een eventueel grondoffensief. Op grotere schaal dan we in het verleden hebben gezien mogelijk. Dat zou een andere stap kunnen zijn. Ja, en dat betekent eigenlijk dat het echt misschien wel een langdurige zaak wordt. Wat niet goed is voor Israël
Niet goed voor de Palestijnen en eigenlijk helemaal niet goed voor de hele regio. Peter Weininga van het Haagse Centrum Strategische Studies, bedankt.